Ja, Wouter, het is gelukt, hè? Het is inderdaad gelukt. En dat was ook oververdiend, denk ik. Dus mooi. Het was een goede wedstrijd, veel publiek. Het was misschien verwacht? Zoals ik zeg, zeker en vast verdiend. Verwacht is altijd moeilijk. En zeker een ploeg als City Pirates, die hebben toch een degelijke ploeg. Hij weet echt niet wat man zeggen is. Voilà. En de sfeer is het ook duidelijk goed, hè? Ja, de sfeer is het hele seizoen. Topper! De sfeer is heel goed geweest dit seizoen. Dat is ook natuurlijk een bijdrage naar deze promotie toe. Maar zoals verwacht, zoals je zojuist vroeg, is verwacht wel op basis van de rest van het seizoen. Denk ik dat we zeker en vast aanspraak maken over die promotieplaats. Dus zeker en vast. Twee promoties op rij, dat betekent om volgend jaar beter te doen, gaat moeilijk zijn. Ja, goed, we zijn twee keer met Thijs gepromoveerd en oververdiend. En onze kern naar volgend jaar staat vast. En we hebben proberen onze spelstijl een beetje onder de loep te nemen en spelers bij te halen die in onze spelstijl passen. Maar daar wil ik eigenlijk liever het binnen een paar weken of maanden over hebben. En deze vandaag verwezenlijk, deze is de spelers van dit seizoen geweest. En alle credits voor die spelers. Die hebben 100% hun uiterste best gedaan en alles gegeven voor de club, voor elkaar en zo. En dat is bewonderenswaardig. Dus, het zit inderdaad wel goed, hè, bij Thijs. Accommodatie is goed. Dus jullie zijn een club die nog hogerop mee kunnen doen, hè? Ja, weet je, ik heb artikels constant in de krant zien staan afgelopen week of twee weken. Dat er ploegen gaan misschien promoveren met een handvol supporters naar eerste klasse. Als je kijkt vandaag, 1500 supporters. En ik denk dat er een paar van Antwerpen, van City Pirates bij waren waarschijnlijk. Maar laten we zeggen dat er 1450 van ons waren dan. Dus dit is super.